Nou, ik hoorde heel veel brandweer en veel blauwe zwaailichten. En dacht eerst, ja, wat is er godsnaam aan de hand? En ik zag opeens dat er brand was. Er staat nu tape dat er asbest is. Maakt u zich daar zorgen over? Ik heb wel gisteravond een politieagent gesproken en die zei van dat het allemaal daar was en dat ze dat allemaal goed zorgden dat dat wegbleef. Dus ik maak me er niet zoveel zorgen over. Ja, we hoorden eigenlijk veel sirenes. En een van de wagenbouwers die heeft mij meteen bericht van goh, Mike, ik zie deze meldingen op de site voorbij komen. En toen zag ik het adres, toen ben ik eigenlijk meteen hier naartoe gereden. Vooral om ook even te kijken van, even de check, is er inderdaad niemand binnen? Maar zijn ook alle omwonenden, alle buren veilig? En daarna vooral even snel met de hulpdienst ook geschakeld om uitleg te geven waar alles staat. Ook voor hun veiligheid, omdat er ook wat gasflessen, maar ook lasapparaten, et cetera stonden. Dus dat hebben we gelukkig nog enigszins met samenwerking met de brandweer ook nog kunnen sturen. Jullie hebben net vergaderd. Ja. Wat is eruit gekomen? Ja, het was meer even in vogelvlucht van hoe gaan we om met carnavalsweekend. Hier stonden ook wel veel spullen, maar dat valt op te lossen ook voor de activiteiten en de aankleding daarvan. En het belangrijkste, de prinsenwagen van de grote, die stond hier nog in de schuur. De jeugdprinsenwagen bouwen we ook hier. Maar die hadden we toevallig in de middag naar buiten gehaald en in een andere schuur opgebouwd om vast klaar te zetten. Want die doet, ik wou zeggen morgen, maar het is vandaag vrijdag, vanavond mee in de optocht in Noordwijk. Dus die is wel gespaard gebleven. En wat we vooral wilden doen is even met de prinsenparen het erover hebben van goh, hoe wil je nou mee omgaan. Wil je bijvoorbeeld op de grote kar niet meer, de jeugdkar. Dus die hebben ook besloten om bij de jeugdprinsenparen erbij te gaan staan. Hun thema is ook familie. Dus dan kunnen ze ook mooi het hele familiegevoel uitstralen van de carnaval. Om samen met de jeugdprinsenparen op die prinswagen nog te gaan staan. En op het moment dat wij tijdens de vergadering ook alle berichten, alle steunbetuigingen van alle verenigingen, maar ook van bedrijven die wagens aanbieden die we nog snel eventueel op zouden kunnen knappen tot praalwagen, et cetera. Toen zag je dat het droevige gevoel toch al heel snel omsloeg in het positieve gevoel. Want het was ook een opslagplaats voor al onze materialen, oude kleding, maar ook prijzenbeeks, alles stond er ook in. Maar ook stoelen, tafels, zaalaankleding. Ja, en dat moeten we even na de carnaval. Daarvan hebben we wel gezegd, laten we dat lekker na de carnaval doen. Zodat er geen smet op de carnaval komt te liggen. En het puur alleen even de praalwagen is, waar we nu dus al een oplossing voor hebben. Ja. Hebben jullie enig idee hoe de brand is ontstaan? Geen idee nog. Nee, dat moeten we echt nog even afwachten aan het onderzoek. Wij zijn die avond niet bezig geweest, er is die hele avond ook niemand in de schuur geweest. En echt om middernacht is de brand ontstaan. Dus we hebben nog geen idee waar dat aan heb kunnen liggen. Heeft men nog wel zin in de carnaval? Ja, zeker. Ja. Eigenlijk de berichten uit alle... bijna elke commissie heeft ook hun eigen WhatsApp-groep. En eigenlijk wat je daarin ziet is in het begin even de shock van oh, wat is er allemaal gebeurd. En daarna toch snel oplossingen denken. En dan merk je dat de carnavalsvereniging echt wel, zeker ook door de afgelopen periode, waar natuurlijk met corona alles heel veel tegenslagen en dat we al heel flexibel moesten zijn. En die veerkracht die zie je onwijs terug in de hele vereniging. Dus de meesten die staan nu alweer op de schoolmiddag en kindermiddag polonaise te lopen en alweer gewoon lekker volgen als het carnaval in.